aanstaande vrijdag. RKC NAC. Nu al, exclusief bij RKC TV, het duel tussen Robert Braber en oud-RKC'er Enrico Drost. Het gaat over drie onderdelen en er kan er maar één de winnaar zijn. Robert Braber, ben je een beetje goed in tafeltennis? Nou, goed wil ik niet zeggen. De laatste keer dat ik het gedaan heb was op de camping toen ik 10 was. Maar misschien is het balgevoel heel snel terug. En ja, vooral met zo'n tegenstander, dan moet het wel goed komen. Ik heb vroeger wel kampioenschap gespeeld in kampen. Je had altijd schoolkampioenschappen. En dat ging er altijd goed aan toe. Ik mijn broertje een paar keer uitschakeld in de halve finale. En ik weet nog dat hij daar heel veel moeite mee had. Ik werd een beetje emotioneel. Ja, het is alleen nog verkeerd. Het tweede onderdeel is dart. Ja, die win ik, denk ik. Ja, dat heb ik wel vaak gedaan. Ik weet niet of ik vandaag een vaste hand heb, maar over het algemeen ben ik een goede checker. Dus ja, dat gaat wel lukken. Vroeger in de kroeg was een potje darts gespeeld en ja, ik heb me nog gemeten met grote mannen als Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, dus ja, dat moet wel goed komen. Kijk eens, nek aan nek. Gelukkig, ja. 61. Hoe kom je? 42 uit. Zo! Wauw. Laat de herhaling even zien. Uitleggen waarom RKC vrijdag van NAC gaat winnen? Ja, gewoon omdat wij de punten heel hard nodig hebben. En ja, we weten de zwakte van Drost. En ja, dat gaan we benutten. RKC NAC, aanstaande vrijdag. Laatste minuut staat 2-2. En Robert Braber gaat alleen op het doel af. En jij bent in de buurt als enige. Ja, ik hoorde dat hij aan de creatine zit, dus een bodycheck weet ik niet of dat gaat lukken. Ja, dan moet ik slim zijn, denk ik. Een beetje naar de zijkant drijven en hopen dat hij hem mist. Wat is jouw ervaring met Sjoelen? Ja, met oud en nieuw. Hè? Dat is de Sjoelenavond. Voor oud en nieuw ga je nog even een potje Sjoelen voordat je de stad in gaat. En ja, daar blijft het eigenlijk wel bij. We beginnen met 1, hè? Hij maakt het denk ik een beetje kort, zeg maar. Dat is rammen. Nee, eerst rust. Zo. Als je hard mogen kort en komt terug, mag je nog een keer. Oké, we gaan aan de zijkant. Gewoon rustig inbouwen. En dan een voelsprong. Doe je nog een? Ja, gaat een leven en dood. Ja, gefeliciteerd Enrico. Ja, bedankt. Het was echt fantastisch. Ik denk, mooie voorbereiding voor vrijdag. Ik denk dat het team ook zelfvertrouwen krijgt. Dus. Ja, dit doet ons goed. Ja, en vrijdag is weer een nieuwe wedstrijd. En dan is Sander Duits erbij. En dat is een koning in de spelletjes. Dus met hem erbij weet ik zeker dat we winnen. En die heeft nog nooit een spelletje van Enrico verloren. Dus ook het voetbalspelletje niet van vrijdag. Dus dat gaat goed komen.